Goedemorgen, Arjan. Hey. We gaan even een videoproefexamen doen, hè? Ja. Even een vraag, hè? Je weet wat dit is? Ventieldop. Ventieldop. En je welletje zou al lopen als je naar de auto toe loopt en je controleert de banden. Naar het ventiel dus. Naar het ventiel of je er goed op zit. Ja, of je er goed op zit en de bandenspanning goed wat is. Bedoel je er goed op? Dat die goed vastgedraaid zit. Het dopje? Of ventiel zelf? Ventiel zelf. Nee, dat zit altijd vast in de band, hè? Die trekken ze vast in de vellen. Dit zit in de vellen. Hè? Oh, dat is voor tjoepless band. Tjoepless band, dat heb ik nooit van gehoord. Nee, tjoepless. Tjoepless binnenbandvrij eigenlijk. Ja. Maar wat kun je me vertellen van een ventiel? Waar let je allemaal op? Ventiel? Nee, weet ik echt niet. Ventiel? Ja? Dopje? Nee. Waarom zit er een dopje op? Nou, hij is hier eraf, maar waarom zit er een dopje op het ventiel? Dit is het ventiel zelf wat erin zit. Ja. Maar als hij die dieper erin gedraaid. Maar waarom zit er een dopje op? Anders kan er vuil in komen. Juist, dan ga je lekker, hè? Ja, dat is het, hè? En wat ik zelf ook altijd doe, is eventjes heen en weer bewegen, want hij scheurt nog wel eens hier op die rand. Ja. Als je heel oud rubber hebt, dan wil je nog wel eens scheuren. Als normaal dan vervangen ze hem elke keer als je een nieuwe band erop zet. Ja. Maar als het goed is. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat die doorgescheurd was, dat die lekte. Oké. Okay. Dus wel zaak dat je dat in de gaten houdt. Ja? Ja. Nou, lekker jezelf wezen, lekker zelf rijden. Inhalen als kan. En gewoon zorg dat je laat zien dat je durft auto te rijden. Ja, ja, is goed. Gaan we best doen. Komt goed. Oké, okay, start dan maar. Dan gaan we. Het is 6 mei 2019. 9:55. Videoproefexamen, Arjan Brouwer. Rechtsaf. Okay, weer rechtsaf. Ja, je mag wel een stukje inrijden. Maar eigenlijk klopt niet helemaal die doodloopweg. We gaan hier linksaf. Je mag in deze weg ergens omkeren door middel van een halve draai. Omkeren door middel van een halve draai. Top. Ja, dan mag je weer terugrijden rechtsaf. Links en daarna weer bij de verkeerslichten rechts. Links bij de verkeerslichten weer rechts. Arjan, ik wil graag rechtdoor over het grote verkeersplein. En naar het verkeersplein richting Zwolle Centrum. Het grote verkeersplein half rond en naar het verkeersplein richting Zwolle Centrum linksaf. Ja? Thank you.
nee. Dan heb ik een rondje gereden. Shit. Oh ja, ik weet al wat ik van. Ja, heb je het van? Ja, ik dacht al daar. Ik... Oh nee. Oké, okay, nou los het open, zou ik zeggen. Ik wil naar Zwolle Centrum. Ja, is goed. Oh nee. Van mij. Ja, ik denk, ben benieuwd hoe je dat op gaat lossen. Ja. Ik heb een opdracht voor Jan. Ik wil graag daar links, die parallel hè, waar die rode auto staat. Ja. Daar wil ik uitkomen, oké? Wil je dat even voor me regelen? Even de doodlopende weg in rijden. Ja. Als ik niet gezakt was, wat ik dat nu wel. Goh man. En dan wil ik graag dat je de omkeeropdracht doet door middel van een bocht achteruit. Ja? Mag je wel gelijk de eerste weg links aan, Jan? Ja, rechtsaf.
Links. Linksaf. Rechtsaf. Gaan we linksaf, linksaf. Ik wil graag Eindeweg links en daarna bij de verkeerslichten richting IJsselhalle weer links. Ja? Dus Einde links, verkeerslichten weer links richting IJsselhalle. Rechtsaf. En ach je, Eindeweg weer rechts. Eindeweg links en daarna weer rechts. Einde links, daarna weer rechts. Einde rechts, of over de brug rechts moet ik zeggen eigenlijk, hè. En mag je eventjes rechts op de parkeerplaats stoppen. Ja. Mag je navigatie even instellen op de Buitengasthuisstraat. Buitengasthuisstraat. Verkeerde menu. Je zit in de gebruikershandleiding. Ja. Je moet in de navigatie wezen.
Zou het niet handig wezen om navigatie in te drukken? Juist. Nogmaals. Buiten gasthuis. Buiten gasthuis. Die moet ik niet hebben. Maar hij staat er al bij. Zie? Nee. Ja, nummer hoef je niet in te voeren. Noem maar kruispunt. De route wordt berekend. Ja, zo mag het ook. Zijn we even op kortste route. Zo dadelijk rechts afslaan en dan meteen rechts afslaan. Ik dank u. En mag je weer gaan rijden. De route wordt berekend. Zo dadelijk links afslaan en dan meteen. Links afslaan na 100 meter en dan meteen links afslaan. Nu links afslaan en dan meteen links afslaan. Nu links afslaan en dan de tweede afrit nemen op de rotonde. Op de rotonde, de tweede afrit nemen. De tweede afrit nemen. Ja, god, ik snap het echt niet. Op een rotonde, was er maar een rotonde. Links afslaan. Die was er wel. Na 100 meter en dan links afslaan. Een paar maanden geleden was daar een rotonde. Ja. Hey. Daar sta ik ook weer verkeerd opgesteld. Nu links afslaan. Ik snap dat niet. Je kunt zo'n auto anticiperen er ook niet op. Hoe bedoel je zo'n auto anticiperen? Jij moet op die auto anticiperen. Nee, dat snap ik wel, maar hij stopt voor mij. Dat is toch niet nodig. Ik moet toch voor hem stoppen. En dan rechts afslaan. Buslijn. Nee. Oh. Nou, je weet waar je heen moet? De vierde afrit nemen. Rondje, ja. Hoezo bedoel je dan dat die auto daarop moet anticiperen? Dat snap je niet helemaal. Het ging even over die laatste auto van rechts. Hè? Ja, rechts afslaan, daar na 200 meter. En dan alleen links afslaan. Zo'n auto die... Wacht even, maar en die auto stopte toch? Ja, maar... Wacht even, moet ik even opletten. Zo meteen rechts. Hij reed toch niet door? Dus dat was toch wel makkelijk voor jou, of niet? Nee, dat klopt. Ja, klopt. Ja. Nu rechts afslaan.
Rechts afslaan na 200 meter. Zit je niet mee? Nee, man. Nu rechts afslaan. Mag je 50 afhalen, Jan? We gaan linksaf, linksaf. Ik wil einde weg links en dan mag je richting Meppel de borden gaan volgen, Anne-Jan. Dus einde weg links richting Meppel de borden gaan volgen. Dus het plein drie kwart rond, hè, maar dat had je wel begrepen natuurlijk. Blijf je de borden Meppel volgen totdat je een tegenbericht krijgt, oké? Okay? Had je niet door dat die eindigde, de rijstrook? Jawel, maar ik raak in de stress. De richting is uit. Je raakt in de stress? Ja. Oké. Okay. Ik zag vier vrachtwagens. Ik dacht van, shit, ja. Dan moet ik daar nou tussenin afvoegen. Ja. Ik kan mijn snelheid ook al veel te hoog. Hoe wou jij het oplossen dan?
Ja, ik dacht van ja, dan maar wat rustiger gaan rijden. Ja, maar dan kom je stil tot stilstand op de invoerstrook. En dat is levensgevaarlijk. Ja, klopt. Nou, die, die invoerstrook die eindigt daar, hè? Ja. Nou, had je, hoe had je het achteraf kunnen oplossen? Had je het nou beter wel kunnen doen? Gewoon normaal tempo rijden dan tussen de hiervan. Ja, maar je had je tempo toch al goed. Ja. Dat je zou, je zo. Oké, Arjan. Je vroeg me even wat ik van het plein, wat je op het plein verkeerd deed, hè? Nou, het belangrijkste is wel dat je deze, bij deze sergeantstrepen of die verdringingsstrepen, dat je dan elke keer, dan rij je hier, zo, even kijken waar. Dan rij je hier, zeg maar, en dan wil je daarheen, maar dan ga je hier, in plaats van op die rijstrook, ga je naar die rijstrook. Dat doe je bij die verdringingsstrepen. Dat is je grootste fout. Dat deed je ook toen je naar half rond moest en drie kwart rond naar Meppel. Heb je elke keer gedaan. Elke keer ga je naar hier bij die verdringingsstrepen naar de linker rijstrook. En dan moet je extra, dat is niet erg, maar dan moet je extra van rijstrook wisselen. Dat deed je hier ook, je ging er hier vanaf. En toen reed je hier helemaal. En dan ging je hier, moest je hier een paar rijstroken oversteken. Dat ging niet goed. Ging zo. Ja. Dan ging zo binnen die rijstrook. Van nee, dat is niet, sowieso niet goed. Nee. Nou, wat mij vooral opvalt is, als je dan, zoals die ene opdracht dat je dus die parallelweg op moest, dat je dan, doordat je in gedachten bent, hoe je die opdracht uit moet voeren, die auto van rechts mist die witte auto. Ja, dat komt omdat ik bezig was. Dat viel me heel erg op, hè. Ja. En dan die tweede en die derde auto, die krijg je dan achteraan omdat je dan weer denkt aan die eerste auto. Ja. Dan blijf je in je leermoment hangen. Ja. En dan krijg je problemen met die andere situaties. En dat stapelt zich erop. Dat zie je heel erg bij jou. Ja. Mooi leermoment, of niet? Ja. Dat dacht ik. Hey, meet, had het filmpje van het plein en de tekening van het plein ga je nog eens even goed bestuderen. Dat, ja. Dat je daar weer helemaal weer. Dat je dat weer helemaal goed op orde hebt. Ja, dat lijkt me wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Heel bedankt. Joep.